Gasten, top dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Bram Veninga en vandaag ben ik hier weer met een Sunday vlog. We gaan vandaag naar FC Groningen. Yes, eindelijk. Ik weet, jullie willen het zo graag zien. We doen het weer. We gaan weer strijden, jongens. Voor de rest weet ik niet wat we voor de rest nog gaan doen. Dus dan zie ik jullie bij het volgende deel. En laat er vast een blauw duimpje achter. Nu zo uit en nu zo. Yes! Even iets heel kort uitleggen over mijn uploadschema. Want jullie zien misschien wel de laatste tijd dat ik veel minder praat over voetbal. Dat komt omdat ik het minder leuk vind om te maken. Maar ik heb zondag sowieso één vlog. Dat kan op zaterdag of een andere dag zijn opgenomen. Maar zondag is er altijd een vlog online. Voor de rest stream ik. En voetbalvideo's zou ik normaal maken. Maar ik heb gewoon weinig tijd. Daarom stel ik voor. Ik ga voetbal Q&A doen. Dus dat kan een keer gewoon live zijn. Maar dat kan ook gewoon een keer zijn dat ik een aankondiging doe. Dan kan je je vragen achterlaten wat ik daarover vind. Op het moment dat de WK gaat beginnen ga ik waarschijnlijk wel meer praten over voetbal. Wat gebeurt er? Wie zijn er door en zo. Maar ja, dus voor de komende tijd. Laat je vragen onder deze video achter. Want dan ga ik dat misschien volgende video voor Q&A maken. Yes. Nog huiswerk maken. Ik heb nog heel eventjes de tijd om huiswerk te maken. En daarna gaan we naar de FC. Met mijn opa weer. Waarschijnlijk is Lucas er ook. Ik hoop het. En waarschijnlijk gaan jullie dan wel iets van een wedstrijd zien. En sowieso hou ik jullie op de hoogte van de stand. Gisteren is Ajax met 8-0 vandaag gewonnen. Niet normaal. Weet hoe hard het regent? Nou, echt hard. Koulo hard. Dat was meer een mooi shot, maar echt. Gaat nu zelfs hagelen. Niet normaal. Niet. Ik hoop echt niet dat de hagel blijft. Want ik heb echt geen zin om dan op de fiets naar het stadion te gaan. Dat ga ik ook niet doen. Dan ga ik lekker met de auto. Ja. Maar ja, goed. Ik heb mijn shirt al aan. Dus we moeten zo wel gaan, toch? Yes. Zo, van mijn opa. Kijk maar even. Lekker hoor. Mooi autootje. Kijk even dit in dag. Dit kan ik tikken. Mooi autootje. Oh, dat papa, is hij lekker? Zit hij lekker? Kessen. We gaan even naar FC Groningen. Gaan. Worden. Ik denk 2-1 voor Groningen. Ik denk andersom. We gaan met een nieuwe auto van opa. Yeah. Auto van opa naar de FC, jongens. Kom on, FC. We gaan hier met basis spelen. Nee, grapje. Nog niet, over een paar jaar. En het waait fucking hard. Ja. We zijn nu in het stadion, bijna. En tot zo. Yes. Hier Vitesse. Cassio. Liverpool legend is dat geworden bij mij. Of was het Tim Matas is er ook. Daar Tim was af. En dan heb je daar ontzettend Groningen Legends. Yes. 1-1 en ik vind dat mijn camera een beetje raar doet. Maar het staat 1-1. Groningen speelt wel goed. Oh nee, het staat 0-1. Ik dacht dat we al gescoord hadden, maar nog niet. 0-1. Maar we spelen wel beter. Yes. Dat wil ik niet horen. Dat wil je niet horen. Nee. Hey!
dan? Ik vond het geweldig. En we zitten nu lekker in de open Carol van mijn open. Het was echt een goede wedstrijd. Het was echt een goede wedstrijd. Vitesse speelde niet strijd in. Goed. Nou, Vitesse was ook wel goed bij Vlagen. Bij Vlagen, ja. Maar Groningen was niet eens strijd. Groningen was echt goed. Was echt goed. Eindelijk een keer, jongens. Ja. Ja, jullie zien nu al een paar zondagen voor mij dat we hebben gespeeld met FC Groningen. Hoe chagrijnig ik dan word altijd, want hoe slecht ze dan normaal spelen. En dan zie je dit en dan word je blij. En dan doen we dat. Nee, grapje. Maar het was goed. En dan zit ik ernaar te kijken en dan doe ik dat. Maar echt goed. Het enige nadeel is, op het moment dat ik van het stadion kom, beetje veel gas, hoor. Dan krijg ik altijd een Gronings accent of zo. Oh ja. Ja, sorry daarvoor, mensen. Dus als het opvalt, hè, voor alle Limburgers die kijken van, huh, wat heet die Bram op een rare accent? Ja, dat komt omdat ik van het stadion kom. En mijn stem zit nog, staat daar op het veld. Ja, die heb ik eruit geschreeuwd. Dus, maar een mooie pot. Yes!